graag met jullie mijn laatst gelezen boeken. De boeken die ik nu lees en de boeken die ik graag wil gaan lezen met jullie delen. En ik ga hem aftrappen met Haunting of Hill House. Want dat is eentje die ik een beetje begin oktober ben gestart. Haunting of Hill House kende ik al omdat ik de serie, gelijknamige serie, heb gezien. Die op Netflix staat. Dat vond ik echt een hele toffe horrorserie. En daarom was ik ook heel erg benieuwd naar het boek. Ik heb nog niet zo heel veel binnen in horror golf lore gelezen. Dus dit was even voor mij ook een soort probeersel van how am I gonna enjoy this one. Ik vond het een heel erg leuk boek om te lezen. Hij was niet heel erg lang. Het was 140 bladzijden ongeveer. Het boek gaat over Eleanor die opgeroepen wordt door een of andere dokter die dus in Hill House zit om langs te komen en te leven in het huis. Omdat hij wil achterhalen wat er allemaal aan de hand is in het huis. Of het haunted is, wat er gebeurt als er meer mensen in zitten. Dus Eleanor is een van de mensen die daar dus heen reist om daar een paar dagen / weken te zitten. En daar gebeuren dan ook allemaal rare dingen binnen in dat huis. Ik vond het een heel erg leuk boek om te lezen. Omdat je de dynamieken binnenin personages heel erg interessant kon meekrijgen. En hoe die dan ook soms ineens veranderden of juist heel erg leuk waren tussen elkaar. Het enige nadeel of het enige negatieve puntje wat ik minder vond aan het boek was dat het einde heel erg abrupt was. Toen ik er eigenlijk juist nog meer in zat en het nog leuker begon te vinden, was het verhaal ineens klaar. Dus ik vond dat best wel jammer en ik merkte dat ik daar een beetje aan, of daar ja, in een beetje moest schakelen, want het was gewoon, oh, hij is nu voorbij. Maar nog steeds heb ik het volgens mij 4 à 3 sterren gegeven. Ik weet het niet meer zeker. En het was wel heel erg een leuk boek om te lezen in oktober, november, in de herfst, spooky vibes. Dus in die zin was het zeker een goede keus. Daarna ben ik Mother Thing gaan lezen. Dit was een van de boeken vanuit de boekclub en ik vond het een heel erg leuk boek. Ik heb hem volgens mij rond de 4 sterren gegeven. Dit was een horror comedy boek ergens binnenin dat genre. Ik vond hem heel erg vermakelijk. Ik merkte dat de hoofdpersonage me heel erg aansprak omdat zij heel erg geleidelijk door het boek op een heel erg subtiel manier aan het veranderen was. En er werd ook best wel wat gescholden in het boek. En het was ging best wel over een bepaald randje heen. Waardoor ik het juist en heel komisch vond om te lezen. En ik was elke keer heel erg intrigued door wat er aan de hand was met de personage. Maar ook binnen in het verhaal. Ik vond die echt erg leuk. Ook bij dit boek vond ik het einde niet heel sterk. Het was niet dat het helemaal het boek verpestte omdat het einde stom was. Maar het was wel dat ik dacht van, ah, jammer. Ik had net iets anders misschien gehoopt van het einde. Dus ook deze had volgens mij 4 sterren vanuit mij. Zeker als je een beetje startend horrorlezer bent of zo, is dit denk ik wel een hele leuke inkomer qua dit genre. En ik had heel erg meteen van, dit is eentje die ik sowieso nog een keer kan lezen. Want er gebeurt zoveel dat er waarschijnlijk ook weer andere dingen uit oppoppen die ik dan nu niet door heb of zo. Daarna heb ik de Cinnamon Bun Bookstore gelezen. En ik was erg excited voor dit boek. Want ik heb Pumpkin Spice, ik weet even niet precies wanneer, maar recentelijk ook wel gelezen. Daarom was ik gewoon benieuwd naar deel 2. En ik vond het een chille read. Ik hoor altijd mensen zeggen van, ja, er gebeurt niks. Het is hartstikke saai. Er zijn echt letterlijk no plot points. En you're right. Dat is helemaal waar. Maar voor mij, ik kies dit boek dus elke keer uit als ik net iets lees wat ik of heftig vind, of heel zwaar, of heel lang. Dan kies ik gewoon zo'n boek uit. Lekker cozy, lekker makkelijk, niks diepgaand. Het is gewoon lekker even lezen. Dus ik was, voordat ik deze startte, ook bezig met American Psycho. En ik merkte dus dat ik, ja, ik vind het een super vet boek. Maar American Psycho is wel gewoon een heel intens boek. De Cinnamon Bookstore was perfect om even tussendoor er doorheen te klappen. Zodat ik daarna weer verder kon met American Psycho. Gotta keep the balance, weet je wel? Het enige met het boek was wel dat ik één ook niet door had dat dit een boek was set in the summer. Want ja, als je naar de cover kijkt, dan is het echt zeg maar compleet een herfstboek. Maar na 3 bladzijden kwam ik er al snel achter dat het gewoon plaatsvond in de zomer. Dus dat vond ik ook wel jammer. Ik moest ook echt schakelen. Het boek was verder prima. Ook hierbij had ik een beetje van whatever einde. Maar ik ben wel erg excited, want ik wil heel graag tijdens kerst deel 3 lezen. Gewoon voor de cute cozy vibes. Want ik heb eigenlijk ook nog nooit echt een kerstboek tijdens kerst gelezen ofzo. Dus ik denk dat ik vooral ook daar excited voor ben. En ik ben benieuwd wat daar weer in gaat gebeuren, zeg maar. Daarna heb ik dus American Psycho uitgelezen. Ik was wel blij dat ik hem uiteindelijk uit had. Ik merkte wel dat ik een beetje zat werd van hem, de personage. Want je zit natuurlijk gewoon in het hoofd van een psychopaat. En al is dat super interessant, is het ook best wel intens. En ik merkte dat ik dit lezen
in de trein bijvoorbeeld echt niet heel erg comfortabel vond. En dat ik hem ook best wel heftig vond. I guess dat American Psycho wel al in het horrorstraatje zit voor mij in een heftige hoek. Maar ik vond hem wel erg interessant om te lezen. En de dynamiek in het boek zelf, zeg maar de afwisseling van de thema's, ze zijn ook zo in contrast met elkaar dat je van hot naar her gaat. Waardoor het ook wel weer fascinerend is van hoe hij het vertelt. Dus het gaat van een moordscène naar ik ga naar Barnes & Nobles om deze dingen te kopen voor mezelf. En dan heeft hij ineens weer een hele monoloog over Whitney Houston, Phil Collins of whatever else. Dus het is super vreemd en gek om te lezen, maar ook wel weer interessant. Als laatste van die lijst heb ik Sharp Objects gelezen van Gillian Flynn, volgens mij. Die heb ik in mijn 12-hour marathon gelezen, dus daar heb ik één dag over gedaan. En ik vond het best wel een erg leuk boek. Het was niet amazing for my taste, maar ook thrillers ben ik ook nog een beetje aan het navigeren. Ik vond het een interessant verhaal. Ook deze is verfilmd naar een serie op HBO en die ben ik ook begonnen. En tot nu toe is het ook best wel, komt het best wel overeen met de serie, maar het is ook net even anders en het biedt ook net wat weer meer dan het boek. En het boek biedt dan ook weer meer dan de serie, omdat je dan in haar gedachten zit, waardoor het heel erg chill aanvult. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe de afsluiting in de serie bijvoorbeeld ook is vergeleken met het boek en yada yada. Het enige jammer van het boek vond ik dat het einde een beetje gerushed was. Ik had heel erg van damn, al deze opbouw en al dit verhaal en dan hebben we alles afgerond in 20 bladzijdes. Ja, dat vond ik jammer, want ik merkte dat ik wel heel erg gefascineerd was van waar het heen ging, maar het was echt zo van einde. En toen had ik eens van oké. Nou, dus het einde voelde in die zin niet per se wat het einde was, maar meer hoe die is verteld voelde gewoon iets minder satisfying. Dus dat waren de boeken tot nu toe die ik heb gelezen in deze herfst. En ze waren allemaal prima. En er waren een paar die iets meer uitsprongen, maar er was niks wat echt niet leuk was. Dus daar was ik blij mee. Wat ik nu aan het lezen ben is My Best Friend's Exorcism. Ik ben nog niet heel erg lang bezig met deze, maar dit is met een andere boekclub, horrorboekclub, dat ik deze ben gestart. En I really like it so far. Het is set in the 80s. Alle hoofdstukken zijn titels van nummers. Ik heb ook een 80s afspeellijst gevonden met een soort van 80s ambiance, muziek, om echt helemaal in die vibe te komen. En ik heb nog nooit echt gelezen over een exorcism of iemand die bezeten raakt. Dus ik merk ook wel dat ik dat interessant vind überhaupt om te lezen. En het is ook weer een beetje horror comedy. Ja, ik merk dat ik het wel een hele leuke niche hoek vind van horror die me heel erg aanspreekt. En alleen al de cover vind ik fantastisch. Is precies in mijn straatje. Dus I'm very excited. Ik hoop dat dit einde dus satisfactory is en niet teleurstellend. Maar ik denk, ook al zal het einde meer zijn, vind ik hem tot nu toe ook wel erg leuk al. En ik zit nu ongeveer op een kwart, dus nog niet heel ver. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze verder gaat uitpakken. Verder heb ik nog steeds It liggen. I didn't pick it up that much. Ik vind het toch wel moeilijk, want ik wilde vooral ook wel mijn leesgoal halen. En ja, 1100 bladzijden is gewoon echt best wel pittig. Ik merkte dat ik hem wel even weg heb gelegd in deze periode. Maar deze kan ik gewoon oppakken whenever I want. En ik merk ook wel dat het wel weer tijd is om hem even op te pakken. Want ik vind hem nog steeds een heel leuk boek. En ik heb deze ook echt heel vaak gezien ook. Dus ik wil hem ook gewoon een keer in het Engels lezen. Want ik heb hem hier voor het Nederlands gelezen. Ik weet niet of ik hierbij de uitleg moet geven. Maar It is een monster dat elke 28 of 30 jaar, ik weet het niet meer uit mijn hoofd, terugkomt naar het stadje Derry. En waar hij iedereen het leven moeilijk maakt. Maar in de jaren 80, 90 is er een groepje kinderen die zich verzet tegen It eigenlijk. En erachter komt dat hij uiteindelijk nog niet dood is gegaan en ze weer terug moeten naar Derry om It te stoppen. En los van dat verhaal, zeg maar, schrijft Stephen King zoveel details en kleine zijpaadjes in elke bladzijde die je leest, dat het zo ver doorloopt dan de algemene storyline, wat ik heel leuk vind om te lezen, maar waardoor het dus ook 1100 bladzijden is. Dus ja, als hij één flashback maakt, dan maakt hij weer een extra zijgang naar 25 andere dingen die, je kan zeggen, niet altijd relevant zijn, maar wel heel erg een wereld bouwen en de personages veel interessanter en dieper maakt. Dus dat maakt ook juist waarom ik het leuk vind en ik denk ook waarom
de film zo volledig en warm voelt. Ook al is het een horrorfilm. Echt een van mijn favoriete films. Dus ja, ik wil hem wel nog steeds verder lezen. Maar hij is nu eventjes on hold. En dat is ook oké. The Girl with All the Gifts. Deze heb ik eigenlijk nog niet echt heel erg veel gelezen in deze periode. Ik ben nog steeds op bladzijde 28. Want dat was omdat ik Sharp Objects, American Psycho en dus My Best Friend's Exorcism ook nog een soort van ben gestart en was aan het lezen was. Maar deze gaat over zombies. Ik heb me er nog niet heel erg in verdiept. Ik vind het ook leuk om boeken zo blanco mogelijk in te gaan. Ik weet alleen dat het over zombies gaat. En ook dit is volgens mij een verfilming. Bijna alles is een verfilming. Maar ik heb de film hier dus nog niet van gezien. Dus ik ben heel benieuwd waar deze naar verder gaat. En ik denk dat ik deze later weer ga oppakken. Verder heb ik 2 self-help, mental health-achtige boeken ook nog liggen. En die pak ik ook altijd af en toe op en dan weer niet. En met dit soort boeken vind ik het ook fijn juist dat als ik merk van nou, nu even niet. En wanneer ik wel weer merk van nu even wel. Dat als ik het dan oppak en precies waar ik dan ben, is vaak ook wel iets wat op dat moment dus van toepassing voelt. En dit is How to Be in an Adult Relationship. En ik vind dit soort boeken altijd erg fijn. Als ik me onzeker voel of niet weet waar ik in mijn hoofd ben of wat er aan de hand is. Want in een relatie zijn is moeilijk af en toe en soms ook gewoon nog heel nieuw ook. Dus ik ben ook hier nog niet heel ver in, maar in dit geval is het ook niet erg. Daarbij heb ik ook deze van Brené Brown liggen. Dit is Atlas of the Heart. Dit is wel een beetje een ander boek. Het is ook best wel veel plaatjes en quotes en dingen. En het gaat over eigenlijk een soort emotiealfabet. Dus ze gaat allemaal woorden langs van emoties en legt daarbij anekdotes uit. Maar ook gewoon de letterlijke mening ervan. Wat het met mensen kan doen, hoe je ermee om kan gaan. En soms dan denk je een woord te kennen, maar dan betekent het eigenlijk feitelijk net iets anders dan wat je in je hoofd hebt. En dan hebben we het natuurlijk over emoties en gevoel. Dus wat je zelf vertelt en wat het dan is, kan ook best wel belangrijk zijn. Ik vind het een heel erg interessant onderwerp, ook om zelf meer over te leren kennen. Ook over mezelf en gewoon in de omgang van mensen. Dus dit is ook zeker een hele goede aanrader voor mensen die dat interessant vinden. En voor de mensen die dit niet zo snel zouden lezen, maar wel het onderwerp interessant vinden. Het is ook verfilmd naar een soort docu-serie op HBO. Dus ik heb die in 2018 volgens mij gekeken. Of I don't know, in ieder geval lang geleden. En ik weet nog dat ik dat wel een hele leuke, maar ook interessante serie vond om te kijken. Dat waren de boeken die ik op dit moment nog aan het lezen ben. En nu in het kort welke ik graag nog wil lezen. Ik denk dat je hem al zag liggen, maar dit is eentje die ik op dit moment heel graag wil lezen en hij ligt op het stapeltje van To Be Read. Dit wordt de tweede keuze van onze horrorboekclub, dus eerst Exorcism en daarna deze. Dus ik weet nog niet zeker wanneer ik hem ga starten, maar wie weet nog wel in dit jaar. Hij is best wel dik, dikker dan dat ik had verwacht. Ik heb een klein beetje meegekregen over waar dit boek eventueel over gaat, maar ik weet niet of mijn input daadwerkelijk correct is. Maar als het goed is, gaat het over een journaliste die een murder case wil onderzoeken en de moordenaar die misschien of misschien niet de moordenaar is, brieven en of e-mails. Ik weet niet, één van de twee, naar diegene gaat sturen om het gesprek aan te gaan. En dan wil ze eigenlijk met die persoon connecten over eten en al dat soort dingen, om dan meer informatie te gaan krijgen. Ik ben heel benieuwd hoe deze uitpakt en hoe die leest. En ja, ik hoop dat die heel erg in mijn smaak valt. Ik hoop dat ik hem snel kan pikken. Niet zo lang geleden heb ik ook Dracula besteld. Ik heb Frankenstein al een keer gelezen. En ik heb het gevoel dat Dracula misschien een beetje in dezelfde sfeer kan liggen. En Frankenstein vond ik heel leuk. En Dracula is eentje die ik ook heel graag wil lezen een keer. Dus die heb ik ook klaar liggen. Ik ben benieuwd wanneer ik die ga oppakken. Maar I'm very excited om die te gaan lezen. Ik heb ook een short story collection van Edgar Allan Poe aangeschaft. En die voelt wel intimiderend. Dus ik weet nog niet wanneer ik die ga oppakken. Ik voel alsof ik die moet doen nadat ik Stephen King heb uitgelezen. Want anders heb ik 2 hele grote dikke pillen liggen. En dat gaat niet helpen, denk ik. Daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Want ik heb eigenlijk nog nooit Edgar Allan Poe gelezen. Heb ik ook nog steeds Hunting Adeline liggen. En deel 1 op een of andere manier vond ik echt heel erg leuk om te lezen. Ik was echt addicted. Ik heb die echt in 3 dagen uitgelezen of zo. Omdat het allemaal weer zo heftig is dat het me op die manier heel erg fascineerde. Dus ik ben ook heel benieuwd naar deel 2 daarvan. En dit is een reread die ik wil gaan doen. Ik wil heel graag A Little Life opnieuw lezen. Die heb ik vorige winter gelezen. En vrij snel nadat ik hem uit had, merkte ik van ja, ik wil hem sowieso nog een keer lezen. En
Nu voelt het wel alsof het weer kan ook. Dus die wil ik ook graag lezen, maar ook dat is best wel een dik boek. Dus ik denk dat ik daarvoor eerst wat dingen wil afronden voordat ik zoiets groots weer ga oppakken. En laat me even weten wat jullie laatste read is, of wat je nu leest, of wat je heel graag wilt gaan lezen. En als deze namen bekend voorkomen, wat jij vond van het boek, zonder spoilers. I would love to hear. Ik vind iedereen's meningen over boeken altijd heel erg leuk om te horen. Ik hoop dat jullie mijn mening over deze boek leuk vonden om mee te krijgen. En wie weet heb ik jullie ook iets nieuws laten kennen die je ook misschien gaat oppakken. Let me know. En tot de volgende keer. Bye!